Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar Boestuinieren met Chantal. Ja, we zijn echt gestart. Het is al eind maart en er volgen nu heel veel dingen achter elkaar. En daarom is het goed om een goede planning te hebben. Die maak je dan van tevoren. Op mijn planning staat nu in ieder geval dat we de dahlias gaan voorttrekken. En natuurlijk nog veel meer, maar dat zien we straks. Voortrekken is eigenlijk dat je de knollen een voorsprong geeft. Nou, dit betekent dat je dan de knollen alvast in een pot plant. Kijk, dan kunnen de wortels gaan groeien en dan zie je ook al wat scheuten zichtbaar als je ze in mei na de ijsheiligen buiten uitplant. Nou, en hoe gaan we dat doen? Je hebt nodig een ondiepe bak met wat potgrond en dan kunnen ze na 5 weken zie je al wat scheuten zichtbaar. Wij gaan tomaten zaaien en ik heb nog een paar zaadjes over van vorig jaar en zelfs nog van 2021. Gaat 1 zaadje per cel. Ik doe ze in deze zaaitray. Past allemaal heel mooi in. We gaan beginnen. Toen ik dit zag, was ik blij verrast. Prachtig toch, die houtsnippers? Voor 1 euro per kruiwagen. Ik ben als een malle gaan kruien en dit is het resultaat. Thank you.
En ik heb ook diverse planten besteld bij onze tuinvereniging en ik heb ze meteen uitgeplant. Het is een heerlijke dag om in de tuin te werken, dus ik dacht ik ga alvast een klimtoren maken voor de Lateris. Die komt hier in het begin in een soort van tipi-vorm. We gaan beginnen. Als je in maart of april je aardappels wilt gaan poten, zorg dan dat de uitlopers ongeveer 2 tot 3 centimeter lang zijn. Nou, ik vind die voor mij veel te kort, dus ik ga dat de volgende keer doen. En wil je dat niet missen, zorg dan dat je abonneert op mijn kanaal, want dan krijg je een berichtje. Ik ben ook te volgen op Instagram en natuurlijk geef een dikke like als je het leuk vindt. Volgende keer ga ik de pultjes en de snuggersnaps uitplanten hier in de achtertuin naast de kas. Dus tot de volgende, doei!